Goedemorgen lieve mensen en welkom bij een nieuwe video. Het is alweer een tijdje geleden, ik weet het. Maar goed, het is vandaag dinsdag en volgens mij is het 6 augustus, dacht ik. Ik ben heel slecht inderdaad. Basje zit hier toe te kijken. Hey Bas. Hi Bas. Nou. Hey Bas. Toch maar wel. Oh, ik heb echt een ochtendstem. Verschrikkelijk. Daar zit de andere. Rolieboli. En ik heb natuurlijk even koffie op. Je ziet het koffiekopje alweer staan. Ik zit in mijn pyjama. Oh, mijn stem. Verschrikkelijk. Nou goed, ik ga even een boterham maken met worst. Want daar heb ik zin in. Dus dat ga ik doen. Tot zo. Nou, lieve mensen, ik ben gedoucht en wel. En ik heb dit shirt aan met Happy Days. En ja, Happy Days. Het woord zegt het al. Ik heb mijn paardrijbroek aan en daaronder mijn Nike's. Want ik ga zo naar de manege en daar heb ik super veel zin in. Dus dat ga ik doen. Maar voordat ik dat ga doen, ga ik nog heel iets eten. En ik ga hier 3 broodjes in het tostiapparaat doen. Die ga ik roosteren. En 3 broodjes is best wel veel, maar ik heb mega trek. Je mag geen honger zeggen, dus dat doen we niet. En in de tussentijd ruim ik even het andere brood op. Ik gebruik hiervoor trouwens gewoon brood van Plus. Een heel brood heb ik gekocht. Ja, niet dat ik een heel brood in een dag opmaak, maar ik vind het heel prima brood, om het maar zo te zeggen. En het beleg wat ik erop doe, het is misschien heel ongezond, maar het is zo lekker. Geroosterd brood, beetje boter met een beetje suiker. Super lekker. En slecht. Even kijken, ik hoorde iets buiten, maar... En eentje met pindakaas. Oh, jam jam, ik heb er nu al zin in. Ik ga het even klaarmaken en laat het zo even zien. Oh, soms heb je van die momenten en dan heb je hier gewoon zoveel zin in. In plaats van pindakaas is het hagelslag geworden, want ik bedacht me net dat ik dat lekkerder vond. Een goede laag suiker. Genieten! Hallo, hallo. Ik ben weer thuis, lieve mensen. En het is inmiddels 5 over 5. Ja. En ik ben van ongeveer 1:30 tot 4:30 op de manege geweest. Het was superleuk. Paardjes gevoerd, paardjes naar binnen gebracht. Allemaal dat soort dingetjes. En ik zit hier dus ook nog in mijn paardrijbroek. Mijn mooie zwarte van Harry's Horse. Ja, en gewoon dit shirt heb ik erbij aan. Lekker chill. Maar goed, ik ben nu thuis en ja, dat had ik al gezegd. Ik ga even wat drinken pakken. En dat was het. Het was een kort vlogje. Maar ondanks dat hij kort was, hoop ik toch dat jullie hem leuk vonden. Doe een dikke blauwe duim omhoog. En vergeet niet te abonneren. Laten we vandaag voor de 240 abonnees gaan. Ik denk dat we dat met z'n allen gaan halen. Dankjewel voor het kijken. En tot de volgende vlog. Doei!